We gaan praten met Inge van Dijk, Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag, mevrouw van Dijk. Goedemiddag. Stel iemand met slecht bereik mailt u en die is eigenlijk radeloos en die hoopt dat u dit probleem kunt oplossen. Wat denkt u dan? Wat kunt u dan doen? Nou ja, goed, wat ik onlangs heb gedaan, kijk, vanuit het CDA vinden wij het gewoon echt ontzettend belangrijk dat heel Nederland 112 kan bellen. Wij krijgen regelmatig inderdaad van die mailtjes van mensen die zeggen van ja, maar bij mij in de gemeente kan het gewoon niet. Ik vind het echt onverantwoord. En onlangs hebben wij ook weer vragen gesteld aan de minister. Van goh, breng nou eens echt een keer heel goed in kaart. In heel Nederland, waar nou de witte plekken liggen? Waar liggen nou de witte plekken waar dus geen 112 gebeld kan worden? Want wat mij betreft begint het altijd met een goed inzicht. En op basis van inzicht een structurele oplossing gaan bedenken. En nu krijgen we nog te vaak signaaltjes uit verschillende gebieden van Nederland. Ja, het is gewoon nog niet opgelost. Het speelt nog steeds. Dus hoe ik mijn rol dan zie, is het continu onder de aandacht blijven brengen, met erin vast te bijten en mee nadenken samen met de ministers natuurlijk over mogelijke oplossingen. Ja, er is zo'n vast proces, dus eigenlijk door de Kamervragen gesteld, dat heeft u dus recent nog gedaan, zoals u al zei, dat aan het ministerie en aan de staatssecretaris. Die geeft in dit geval vaak antwoord op die vragen. Wat vindt u van het proces? Gaat dat snel genoeg? Levert dat genoeg op? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk pas heel kort Kamerlid, hè, sinds nog geen 2 maanden. Ik heb deze vragen gesteld. Ik heb het bericht gekregen dat er nog geen antwoord is op de vragen, omdat ze er wat dieper op in willen gaan. Ik heb besloten om daar in dit geval positief uit te leggen, want ik heb gevraagd om een kaart van heel Nederland met alle witte plekken daarop. Ik kan me voorstellen dat dat veel werk is, maar als ik dadelijk over een paar weken inderdaad een kaart heb met goed overzicht, is me dat wel iets waard. Want ik wil eigenlijk niet iedere keer de discussie voeren over één gebiedje in Nederland, maar ik wil de discussie voeren over 100% dekking. Ja, want denk dus ja, gaat het snel genoeg? Nee, het gaat nooit snel genoeg. En zeker iemand zoals ik met een ongeduldige aard. Ja, precies. moet af en toe wel even op de tanden bijten. En denkt u dan, ja, u bent net Kamerlid, maar als u kijkt naar ook uw voorgangers, denkt u dan dat er wel vooruitgang is geboekt als u de portefeuilles over heeft genomen? Ja, dat gevoel heb ik echt. Mijn voorgangers hebben ook consequent aandacht gevraagd voor dit onderwerp. En ik heb bijvoorbeeld op sommige gebieden gezien dat bijvoorbeeld ook een KPN vervolgens acties gaan ondernemen. Want het is natuurlijk, we moeten het samen met de partijen moeten gaan doen. Maar het is wel echt een kwestie van elkaar blijven scherp houden, blijven aanspreken en erop door blijven bijten voor het onderwerp. Je moet dat met die partners doen. We hebben een vraag uit Witharen. Dat ligt tussen Ommen en Balkbrug. Daar is, dat is een dorp met jonge gezinnen, nieuwbouwhuizen, een school met een drukke weg. En ook best wel slecht bereikt. Dus een van die witte vlekken op die kaart die waarschijnlijk dan straks bekend wordt. Sietse Henstra is daar van het plaatselijk belang en die heeft dus een vraag. Een bericht van plaatselijk belang Witharen. Sietse Henstra, bestuurslid. De vraag die wij hebben is de volgende. Voelt KPN niet de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te streven naar 100% dekking in het hele land? Dus ook in Witharen in plaats van 98%. Ja, dus dat is een vraag van KPN. Maar we wilden hem eigenlijk ook even voorleggen aan de Tweede Kamer. Want ja, die wet zegt nu 98%. Moeten we niet naar die 100%? Wat zegt u daarop? Als je het aan mij stelt, dan zeg ik ja, we moeten echt streven om die 100% te raken. Het kan gewoon niet zo zijn dat er in gebieden van Nederland heel plat 112 gebeld kan worden. En waar ligt die bal nu dan? Ligt dat bij de providers? Ligt dat bij de waar ziet u die bal nu liggen? Wie moet dat oplossen? Ja, we zullen het echt met elkaar moeten gaan oplossen. Want de gebieden die moeilijk te ontsluiten zijn, dat is natuurlijk niet zomaar. Hè? Dat zijn allemaal redenen waarom het allemaal niet zo makkelijk is als ik het nu zo stel. Dus er zal gewoon echt met elkaar nagedacht worden. Wat is er nou nodig om het op te lossen? Zijn dat technologische ontwikkelingen? Is dat meer geld? Is dat een andere manier van denken? Dus we hebben echt elkaar nodig. En ik vind dat we elkaar daarin niet als vijand moeten zien, maar echt als compagnon met een gezamenlijk doel. En moet er dan niet eigenlijk gewoon de wet worden veranderd? Want nu kunnen eigenlijk providers achter die dekkingseis van 98% blijven hangen. En denken, ja, die 2% gaat ons ook niet lukken. Ook mede misschien door een natuurlijke proces en zo. Maar moet je daardoor niet gewoon de wet veranderen? Ja, ik wil eerst heel goed weten waarom. Kijk, ik weet natuurlijk waarom voor die 98% gekozen is. Als we voor die 100% gaan, wat betekent dat dan? Is dat überhaupt realistisch? Ik ben niet voor wetten aanpassen wat we gewoon niet kunnen met elkaar. Mm-hmm. Want dan vind ik dat we een beetje een schijnwet aan het aannemen zijn. Dus ik vind het heel belangrijk om te weten, is 100% mogelijk? En wat moeten we daarvoor doen? En ik denk dat we echt moeten streven naar die 100%. Daar we er ook onze nek voor moeten uitsteken. Alleen, zoals ik er nu in zit, na 7 weken Kamerlidmaatschap,
kan ik nog niet beoordelen of die 100% uiteindelijk ook realiseerbaar is. Maar nogmaals, ik vind dat we dat allemaal moeten streven. Okay, goed, dat snap ik. U zegt sinds 2015, ik heb even teruggezocht, in 2015 stelde Pieter Omtzigt hier ook al vragen over. Die zei dan, ze hebben de afgelopen 5 jaar hier al 3 keer aandacht aan besteed. En nou, sindsdien is het onderwerp, ja, in 2021 ligt het nog steeds niet stil. Er zitten heel veel vooruitgang op. Ja, dan denk ik toch, ja, die mensen die zitten misschien al wel dus 10 jaar in de problemen. En dan komt u nu met de boodschap, ja, heel kort gezegd, ja, we moeten toch nog even kijken, is die 100% wel haalbaar? Mijn boodschap was volgens mij wel iets genuanceerder. Volgens mij heb ik gezegd, we moeten er alles aan doen om te kijken van ja, hoe gaan we dat halen. En we moeten ook kijken, waar is dat voor nodig? Want er zijn een aantal redenen waarom sommige gebieden moeilijk te ontsluiten zijn. We moeten weten, wat zijn de problemen daar en hoe gaan we dat oplossen? Want waarschijnlijk is er niet één oplossing voor. Maar waarschijnlijk zullen we daar gewoon meerdere verschillende oplossingen per deelgebiedje voor moeten bedenken. Ja, en welke termijn ziet u daar voor zich dan? Spreken we dan over maanden, jaren? Nou ja, goed. Kijk, het speelt natuurlijk al heel lang. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Dus ik vind dat we echt moeten streven om de komende 4 jaar er echt grote stappen in te zetten. Ik zit natuurlijk nu op die portefeuille. Mijn voorganger die vond het belangrijk. Ik vind het belangrijk. De technologische ontwikkelingen die gaan door. De providers die ik spreek, die worstelen ook met het onderwerp. Want die snappen ook dat die 100% dekking een hele grote wens is. Ja, dus ik wil echt wel een positieve houding hebben naar elkaar toe om de komende 4 jaar proberen daar een hele grote stap in te gaan zetten. En die positieve houding die kan dus vanmiddag al, is dat debat dus ook waarin u hoopt antwoord te krijgen op die vragen. Wat verwacht u daarvan? Ja, ik heb die antwoorden nog niet. Dus waarschijnlijk zal ik nog een keer op die antwoorden moeten gaan vragen en dat ga ik ook zeker doen. Plus in het debat zult u in ieder geval van onze fractie horen dat die 100% voor ons echt een doelstelling moet zijn en een streven moet zijn. En dat wij de komende jaren daar continu op zullen blijven drukken om de stap in te zetten. We gaan zien of het effect heeft. Inge van Dijk was dat, van het CDA. Hartelijk dank.